Het concept is een noedelbar met streetfood. Eigenlijk een beetje van alle, wel Aziatisch, maar een beetje van alle invloeden. Mensen kunnen hier een selectie maken van wel de noedels die ze in hun noedels uiteraard wensen. Ze nemen een mandje, ze nemen wat noedels en dan vullen ze het aan met wat paddenstoeltjes. Wat is uw eerste indruk van deze zaak? Ja, het ruikt in ieder geval lekker. Dus de geuren en de aroma's komen vrij. Ik heb er ingestopt de ouderwetse, hoe heet dat vleesje vie? Hoe heet dat ook alweer? Ja, ossenworst, denk ik. Nee, ossenworst dus. Het lijkt erop. Het lijkt erop. Tomaat, bleekselderie en er komt nog meer groenten zometeen. Wat noedels, tomaatje, dit is pak soi, tauge. En wat hebben we hier? Pak uitjes. Ik pak wat uitjes. Ik zie wat bonen en wat groene asperges. En ik hoop dat ze hier wat lekkers van gaan maken. François, je opent hier vandaag een nieuw restaurant. Kun je niet echt noemen, hè? Wat is het eigenlijk? Ja, geef jezelf maar een naam. Gewoon lekker eten. Lekker eten. En wat voor lekker eten kunnen de mensen hier verwachten? Een beetje Asian style streetfood. En dit is de eerste dag, maar het loopt flink storm, hè? Ja, het is een beetje druk, hè. Ja, een beetje chaotisch, maar dat hoort denk ik wel een beetje bij de stijl van de zaken. Wat erbij, hè? Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit wat je pakt. Hij maakt het wel in orde. Ja, goed gesmaakt, lekker veel groenten erin genomen. Heerlijk. Ik vind in ieder geval wat paddenstoelen in, van verschillende soorten. Wat tauge heb ik genomen en nog iets groens dat ik dacht dat prei was, maar het was toch wat anders. Maar het smaakt heel goed. Het zijn noedelbars, maar nog niet met dit concept. Dat je zelf de producten samenstelt. Je doet hier een soort van boodschappen. Dus je pakt ook echt een mandje, selecteert productjes en daarmee. Je kunt het zo gek maken als je wenst. En daarmee gaat u met de producten naar de kok. Dus, meestal is het dat u wel aangeeft welk gerecht u wenst. En dan komt het kant-en-klaar uit de keuken. En mensen krijgen ook hier een beetje live cooking. Dus te plekken. De zoutersoep besteld en dan krijg je dus dit. Nou, dat kent iedereen wel, denk ik, maar dit is vast en zeker beter van smaak. Daar gaan we maar vanuit bij de grote chef. Als het lekker smaakt, dan kunnen we stellen, dan is het zeker voor herhaling vatbaar. Absoluut. Eet smakelijk, zou ik dankjewel zeggen. Dankjewel.